Sinds 2009 hebben wij een oude gieterij, een artisanale gieterij in Gent, overgenomen. Regine, dus mijn vrouw en ikzelf. En we hebben vrij snel de Amerikaanse markt kunnen warm maken voor onze producten. En dat heeft ons eigenlijk direct vleugels gegeven, omdat er toch aanzienlijk veel speciaal werk gevraagd wordt, dus maatwerk gevraagd wordt, in de Verenigde Staten. Het Gentse atelier van Kronenburg is een nieuwe naam op de lijst van hofleveranciers die het Koninklijk Paleis deze week heeft bekendgemaakt. In dit atelier hanteren ze nog het echte metaalambacht. En dan hebben we het niet over de standaard deurklinken of kranen die je in de betere doe-het-zelfzaak kan vinden. Hier zijn het historische figuren en motieven die letterlijk in het metaal worden geslagen en gegraveerd. Elk stuk is een pièce uniek met een eigen prijskaartje en daar is veel vraag naar. Dat klopt, omdat het standaardiseren, het vervlakken van vormen, daar gaan wij volledig tegen. Dus bij ons, de machine bepaalt niet het uitzicht, maar het echte, de handen van de mensen, die bepalen hoe dat een stuk er op het einde gaat uitzien. En het wordt gemaakt door happy people, en ik durf zeggen voor happy people, eens dat geïnstalleerd is. En die klanten vind je over de hele wereld terug, want Van Kronenburg mag de internationale jetset tot haar klantenbestand rekenen. Van filmacteurs uit Hollywood tot bekende kunstenaars en royalty. Allemaal hebben ze intussen hun weg gevonden naar het Gentse atelier. Er is dan ook een gigantische collectie aan diverse stijlen van metaalwerk waaruit er gekozen kan worden. In deze kamer bijvoorbeeld, om een fysisch stuk te kunnen tonen, dit is een deurkruk die Winston Churchill nog in zijn handen gehad heeft. We hebben die moeten reproduceren omdat die te veel versleten was. En dus het authentieke stuk is hier dan gebleven. Maar dus wij kunnen zeggen dat we een element hebben dat Winston Churchill zelf heeft aangeraakt. Deze stukken met dus dat zijn baksloten. Opzetsloten met de letter N van Napoleon, komen uit de Tuileries. Je ziet aan het zwarte, ze zijn zwart geblakerd, omdat dat in de 19e eeuw een brand geweest is in die vleugel. En deze elementen zijn eigenlijk authentiek daaruit en zijn gereproduceerd geweest in de 19e eeuw. Dus zo, dat zijn nu twee voorbeelden, maar zitten er hier honderden, om niet te zeggen duizenden stukken vervat. Net omdat ze hier nog het echte metaalambacht hanteren, werd Atelier van Kronenburg geselecteerd als hofleverancier. Die titel mogen ze de komende 5 jaar dragen en daar zijn ze dan ook bijzonder trots op. Wij werken al een aantal jaren voor het Koningshuis en wij zijn natuurlijk enorm vereerd, maar ook echt vol van vreugde, want het is voor het hele team een enorme energiegever om die erkenning te krijgen. Ja. Want we kijken eigenlijk ook op naar het Koningshuis en het werk dat wij kunnen doen voor hen. We hebben natuurlijk ook een standaardcollectie waar we uit kunnen putten, maar heel dikwijls wordt er vandaag dat kleine tikkeltje extra verwacht. En dat kunnen jullie leveren? Ja, dat doen we ook graag.